Welkom bij de allereerste aflevering van Mike's Reviews. Een nieuwe serie op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. We zijn hier te gast in een van de mooiste dartshoppen van Nederland, Dartshop Midden Nederland. Kom je met me mee? Zoals je ziet hangt hier een mooi accessoires aan pijlen. Maar vandaag gaan we ons concentreren op onze Belgische vriend, Dimitri van den Berg. Dimitri heeft verschillende sets, een brasset, een 80% set en zijn eigen wedstrijdpijl. De Dimitri Generate 1 90% tungsten. Ik ga jullie vandaag vertellen hoe de pijl voelt, hoe je in het bord komt en of jij hem misschien moet aanschaffen. Nou, ik heb de pijlen uit de stelling even netjes op de tafel gelegd. We gaan er even naar kijken. Dimitri heeft 3 setjes pijlen. Dat is de braspijl voor de beginners, de 80% pijl voor de iets gevorderde darter en de eigen wedstrijdpijl van Dimitri voor de mensen die ook competitie spelen. Vandaag gaan we de wedstrijdpijl van Dimitri onder de loep nemen. Ik zal even de andere pijlen netjes aan de kant leggen, samen met de vegertjes. Ga ik de pijl even uit het doosje halen. Wat daar eigenlijk meteen opvalt bij de Dimitri pijlen is dat er een Swiss Point op zit, zoals dat bekend is bij Target. Swiss Point houdt eigenlijk in dat als je hem erin draait, kan je hem ook opendraaien. En dan kan je snel je punten verwisselen. Altijd handig als je in de competitie van borden moet veranderen en het bord is wat zachter of wat harder. Dan kan je ten alle tijde de Swiss Point gebruiken. Zoals je ziet, dit is de Dimitri van den Berg Gen 1. Want natuurlijk komt er volgend jaar absoluut een Gen 2 target kennende. Grip aan het begin van de pijl lijkt heel erg op de eerste editie van de pijl van Raymond. Klein stukje grip. Iets tussen en aan het grip. Als we Dimitri kennen, pakt hij hem natuurlijk tussenin vast. Dan hebben we hier aan het einde een klein stukje. Ik denk dat dat is voor zijn vingers, dat hij hem kan rusten op zijn vinger voordat hij hem weggooit. En het aparte bij deze pijl is dat er heel veel grip op zit. Nou weet ik niet zeker of Dimitri daar zelf ook mee speelt. Maar zeker bij die Swiss Points zit heel veel grip op. Op de manier dat Dimitri ze gooit, komen ze zo in het bord te staan, iets omhoog. Ik denk door middel van dat eindgedeelte, zoals je goed kunt zien, zitten hier hele kleine ribbeltjes. En iets wat grovere grip. Ik denk dat Dimitri daar zijn pijl mee stuurt, waardoor hij beter in het bord kan vallen. Oké, we gaan even de pijlen testen. Ik heb een intermediate shaft gemonteerd met een normale standaard flight. Even kijken hoe het valt. Ik ga het op 3 manieren doen. Ik ga de voorkant, de middenin en de achterkant ga ik testen. En dan gaan we even kijken hoe het valt. We beginnen met de voorkant. Zoals je ziet komt het dan vrij direct in het bord te staan. Het lijkt vrijwel op hoe Dimi ze heeft staan. Ook zo in het bord. Dus op het moment dat ze zo staan vallen ze ook goed. Dan gaan we nu de middelkant van de pijl proberen. Dus dan ga ik hem op het gedeelte van de grip vastpakken. Zoals je ziet komen ze dan iets vlakker in het bord te staan. Waardoor je iets meer speelruimte krijgt om ook bovenop de pijl te gooien. Daardoor wordt onder de pijl doorgooien wel wat lastiger. Als je ziet staan ze nog steeds licht omhoog in het bord. Dan gaan we nu met de achterkant gooien. Dat is het gedeelte wat hier tussen zit. Ik verwacht bij deze pijl er niet heel veel van, aangezien het gewicht heel erg voor in de pijl ligt en niet heel mooi verdeeld is. Het valt me nog mee. Maar ik kan de pijl op deze manier moeilijk sturen. Maar dat is natuurlijk per persoon verschillend. We hebben zojuist de Dimitri Gen 1 Darts getest van Target, 21 grams.
Ik vond de pijlen vrij goed voelen, maar het is voor iedereen persoonlijk. Wil je deze pijlen nou een keer proberen, kan je naar de mooiste dartwinkel van Nederland gaan. Dartshop Midden Nederland. Wil je nou dat we in de volgende aflevering een ander setje testen? Laat het achter in de comments. Dat kan hieronder. Abonneer je op ons kanaal, dat kan hieronder of hierboven, net waar we staan. Laat een duimpje achter op deze video en dan zien we jullie bij de volgende Mike's Reviews.